Dementie, een ver van je bedshow of toch niet? Onderzoek laat zien dat we de komende jaren allemaal direct of indirect te maken krijgen met dementie. In Vergeet de Mens Niet willen we je laten zien wat de impact van dementie is op de mensen die het krijgen en hun omgeving. Maar vooral ook wat er nog mogelijk is als dementie een rol in je leven gaat spelen. Het is de laatste tijd wat stil rondom mijn buurvrouw Els. Gisteren vertelde haar andere buurvrouw over de keren dat ze Els verward aantrof op de gang. En dat Els bij de dokter is geweest en er allerlei onderzoeken zijn gedaan. Is dan nu toch het moment aangebroken om eindelijk eens bij Els op de koffie te gaan? Ik bel bij haar aan. Als ze de deur opent, kijkt ze me wat aarzelend aan, alsof ze me niet direct herkent. Hé Els, ik ben het, de buurvrouw. Hoe gaat het met je? Ons gesprek loopt stroef. Ik stel een aantal vragen aan Els, maar ze blijft wat stil voor zich uitkijken en geeft alleen maar wat korte antwoorden. Op mijn vraag of ze bij de dokter is geweest, begint ze te vertellen. Ja, ik ben bij de dokter geweest en weet je wat ik heb? Dementie. En dan begint ze te huilen. Ze vertelt dat ze zich eigenlijk geen raad weet. Ik ben alleen. Hoe moet het nu verder? Heeft het leven eigenlijk nog wel zin? En ik vraag me ondertussen af, hoe kan ik Els helpen? Ja, hij was heel vergeetachtig. Vlast van zijn hoofd. Hij voelde het raar in zijn hoofd. In eerste instantie dachten wij aan iets anders als een dementie natuurlijk. Dachten vitamine tekort, hè, laten we bloed prikken. Ja, er kwam allemaal niks uit. Toen heeft de huisarts hem een test laten doen met een klok te tekenen. Ja, en toen wist hij dus niet hoe dat moest. Ja. En toen dacht de huisarts in eerste instantie, nou, hij heeft een TIA gehad. En verder sturen naar de neuroloog. Hebben ze een hersenfilmpje gemaakt, ja, en toen kregen we dan te horen dat het Alzheimer was. Hey, hebben jullie de diagnose ook gedeeld met naasten, met de familie, met vrienden? En pap deed dat zelf. Echt knap. Tegen iedereen die het hele dorp tegenkwam als je aan het wandelen was. Als je dan zei van ergens niet op kon komen, dan ja, daar komt er die Alzheimer, zei hij dan. Dus heel veel mensen in het dorp weten wel dat hij de ziekte heeft. Dus ja, dat is in principe wel fijn. Maar ja, dat is het probleem. Je ziet aan de buitenkant niks, hè? Nee, nee. Dan komen de mensen, oh, je ziet helemaal niks aan jullie pap. Je ziet er goed uit. Ja. In jouw rol als dochter, hè, merk jij dat daar dingen in veranderd zijn? Ja. Kun je daar eens iets over zeggen? Eerst ging ik altijd, als ik ergens mee zat, ging ik naar ons pap toe en dan kon ik er goed mee over praten. En we hebben altijd heel veel dingen samen gedaan. Ja, die rol is nou eigenlijk is omgedraaid. Andersom. Ja. Hij komt naar jou als hij jou nodig heeft. Ja. Heb jij vaste mantelzorgtaken die je voor jouw vader op je neemt? Ik ga vaak mee naar het ziekenhuis. Nou is het steeds, vorig jaar had ik daar meer, toen is mijn moeder heel lang ziek geweest. En die is nou weer goed op de been, dus die kan weer zelf de taken overnemen. Maar zo mee naar het ziekenhuis en rijden, want ja, autorijden, dat kan ook niet meer. Nee. Dat zijn eigenlijk wel de dingetjes. Ja. Ja. En wat merk je nu het meest aan jullie pap? Ja, hij kan geen klok meer lezen, schrijven gaat er niet meer af. Echt dingen goed begrijpen. Als je iets, je moet echt op een kinderlijke manier, zeg maar, iets uitleggen dat hij het goed begrijpt. Gewone normale dagelijkse dingen, bijvoorbeeld wassen of aankleden, dat moet gezegd worden hoe dat hij dat moet doen. Yeah. Ja. Wanneer kom jij in beeld bij mensen met dementie? Het begint vaak, zeg maar, dat mensen een eerste stap maken bij geheugenproblemen, dat ze naar de huisarts gaan. Mm-hmm.
En de huisarts die heeft de mogelijkheid, als hij denkt van goh, er is toch reden om verder te kijken naar geheugenproblemen die spelen, dan kan de huisarts in de regio verwijzen naar meerdere disciplines. Er kan soms naar de neuroloog zijn of naar de geriater of de GGZ als ze toch verder willen kijken. Maar soms kan ook verwezen worden naar de specialist ouderengeneeskunde. Dus op verwijzing van de huisarts word ik vaak betrokken om ja, mensen in de thuissituatie te ontmoeten en verder te verkennen van wat speelt er nou precies. En dan diagnostiek te doen naar de geheugenproblemen om te kijken of er sprake is van een dementie of mogelijk toch andere oorzaken een rol spelen. Maar iedereen vergeet wel eens iets. Ja. Wanneer spreek je nu over een dementie? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk vergeetachtigheid, dat is iets wat gewoon kan ontstaan, wat jij en ik ook wel eens hebben. Hè? Dat we naar de keuken lopen en denken, goh, wat kwamen we hier ook weer doen? Ja. Dat is geen reden tot zorg. Ik denk op het moment dat je merkt dat er geheugenproblemen spelen, die in de loop van de tijd alsmaar erger worden. En misschien dat er dan ook wel andere dingen bij komen. Hè, dat mensen qua karakter veranderen. Of dat je merkt dat sommige handelingen die eerst heel goed gingen en automatisch, dat die steeds ingewikkelder worden. Ja, dan is er denk ik een reden om gewoon verder te gaan kijken. Ja. Het is niet alleen geheugenproblemen. Het kan veel breder zijn dan dat. Dat je dingen kan opmerken. We willen natuurlijk met z'n allen in de hele maatschappij dementievriendelijk worden. Hè? We willen de taboe doorbreken. Ja. Dat we open praten over dementie. Geef jij mensen daar ook nog een advies in? Bijvoorbeeld over je diagnose te delen met je naasten? Ja, ik denk wel dat dat belangrijk is om te doen. Mm. Het is natuurlijk ook een beetje in welke fase je zit. Hè? Ja. Eerst begint het met een stukje accepteren en zelf wat rust bij krijgen, zeg maar. Maar het is vaak heel belangrijk voor de omgeving, want die merken ook dingen aan de persoon. En dat zullen ze misschien niet altijd open durven zeggen. Maar als je het openbreekt en je bespreekt het met de mensen om je heen, dan snappen ze wat er gebeurt. Dan kunnen ze er ook rekening mee houden. Dus dan maak je het vaak ook weer makkelijker voor de mensen zelf. Als de omgeving er ook rekening mee gaat houden, dat het geheugen soms wat minder is of dat dingen veranderd zijn, en ze houden daar rekening mee, dan wordt het ook weer fijner voor de mensen zelf. Ja. Dus ik denk wel dat, ik geef vaak wel het advies van probeer het toch open te bespreken. Dat helpt gewoon, ja. Wat is het verschil tussen dementie en Alzheimer? Ja. Nou, dementie is eigenlijk wat je net ook zegt, een soort overkoepelend begrip. En daaronder vallen verschillende vormen van dementie. Ja. En Alzheimer is de meest voorkomende vorm, dus daar wordt ook vaak over gesproken. Maar je hebt inderdaad ook dementie ten gevolg van heel veel schade in het hoofd door slechte vaten. Dat noemen we een vasculaire dementie. Maar je hebt ook de vorm bijvoorbeeld bij Parkinson. Hè, een soort Parkinson-dementie, Lewy body-dementie. Dus je hebt echt verschillende vormen van dementie. En in de volksmond noemen ze dat dan dementie ofwel Alzheimer. Of Alzheimer, maar het heeft veel meer variaties. En daarbij zie je ook dat bij de verschillende vormen van dementie ook, en die hebben wel verschillende kenmerken hoe het zich ook weer presenteert bij mensen. Dus daarom is het vaak wel belangrijk om te kijken of je het een beetje kunt duiden of het nou meer een Alzheimer is of meer vasculair of bij een Parkinson. Om dat ook weer in de uitleg dat een beetje kan duiden van wat speelt er nou en wat zie ik nou bij iemand en wat past daarbij. Vanavond komen er, we hebben twee groepen van mensen met dementie op jonge leeftijd. Dat betekent dat mensen voor de 65 de diagnose dementie hebben gekregen. En deze avonden zijn om contact met elkaar te hebben, lotgenoten, hè, dus ervaringen met elkaar uit te delen. En mensen treffen elkaar hier op deze avond. En dat zijn inderdaad mensen die proberen te leren om te gaan met mensen met dementie, met Alzheimer. Dat is best wel pittig op zo'n jonge leeftijd voor je 65ste al Alzheimer krijgen. Ja, en het kan Alzheimer zijn, het kan ook een andere vorm van dementie zijn. Maar het past inderdaad nog niet in de levensfase. Hè? Dus het komt natuurlijk ook minder voor. Dus als het je treft, dan voel je je best alleen. En dan heb je natuurlijk heel veel vragen. Ook omdat je nog heel actief in het leven staat en nog in het werkzame leven zit. Dus dan heb je andere zorgen en problemen dan mensen die op oudere leeftijd een dementie krijgen. En de lotgenoten zijn meestal, denk ik, de partners van de mensen? Ja. Deze avonden zijn opgezet voor lotgenootcontact voor de partners, maar ook voor de mensen met dementie zelf. Mm-hmm. Dus we starten de avond op. Ze komen of samen binnen of alleen. Hè. Soms zegt de persoon met dementie van, ik heb helemaal geen behoefte om daar te zijn. Of die wil het niet of die kan het niet. We zien dus ook, soms komt de partner alleen. Soms komen ze als stijl. En dat is dan vaak inderdaad, gaat het over
partners, echtparen. Ja. Waarom kom je bij de lotgenoten? Ik kom bij de lotgenotengroep omdat mijn man en ik schelen 11 jaar. Mm-hmm. En ik kreeg dat te horen dat hij fasciculaire dementie heeft. Mm-hmm. En ik zocht steun bij andere mensen. Ja. En, begrip. Begrip, erkenning. Ja, die dingen eigenlijk. Ja. En nou goed, dat krijg je, want jullie worden zo meteen helemaal alleen met elkaar gezet. Er zit niemand bij van een begeleiding of zo. Nee. En dan kun je lekker met elkaar kletsen, ervaringen delen. Dan kun je sparen, delen. Inderdaad. Je kunt sparen met elkaar, maar je kunt ook tops en tips elkaar geven. Mm-hmm. Want het is heel vaak, je krijgt hulp zolang dat ze thuis zijn. Ja, ja. Maar zo gauw. Als ze naar een tehuis gaan, valt ook alles weg. Okay. Je krijgt van tevoren een werkster, je krijgt een case manager, je krijgt van alles. Maar gaat je man weg, dan komen ze nog één keer en dan is het af. En dan val je eigenlijk in een gat, want ja. Dan heb je het eigenlijk de mensen het hardst nodig. Ja, ja. Waar hier echt gebeurt, je ziet echt, we zijn met een grote groep begonnen. Mm-hmm. En we zien ze stuk voor stuk gaan eigenlijk. Okay. En verslechteren. Ja. Dat is echt, dat is verschrikkelijk. Ja, want hoe jong is je man? Mijn man is 67. Oké. Okay. Ja. Ja. En dat is vrij, dat is heel, dat is heel jong. Dat is vrij jong voor dat iemand. Is jong. Om iemand te krijgen, ja. Ja, altijd hard gewerkt. En, ja. Heb je, weet je, de dingen waar hij van kan genieten? De dingen die goed gaan voor hem? Als hij buiten is. Ja, ja. Echt een buitenmens. Ja, altijd de tuin. Nou, zijn ze in december zijn ze verhuisd, zijn ze kleiner gaan wonen. En daar heeft hij ook een klein tuintje aangelegd. Dus dan is hij helemaal trots op zijn bloemetjes. Ja, dus, dan wil hij er wel in houden. Ja, mooi. Hij gaat graag, ja, hij is eigenlijk het liefste buiten. Ja. Krijgen jullie papa en mam in de thuissituatie begeleiding van bijvoorbeeld een case manager dementie? Ja. Die is betrokken? Ja, die komt om de zoveel weken komen die langs. Ja. Heeft jullie pap verder nog hulp of begeleiding van iemand anders of gaat hij ergens naartoe? De buurtzorg komt altijd bij mijn ouders, ook te helpen met wassen en aankleden. En hij gaat 3 keer in de week naar Bakel, naar de Hoek, naar de dagbesteding. Nou, hoe was dat voor hem om die stap te zetten naar de dagbesteding? Was in het begin heel erg moeilijk. Ja. Ja. Waar maakte dat dat moeilijk was, weet je dat? Dat was toen eigenlijk nog niet echt nodig, maar dat was meer om mijn moeder te ontlasten. Ja. Maar toen hij eenmaal was geweest, toen heeft het nergens anders over. Ja. Ja. Hebben ze zeker een grote tuin? Het weer wil niet echt meewerken. Maar daar is hij inderdaad ook altijd buiten. Zo'n vast maatje heeft hij daar. Dus, Mooi. Dus het brengt zowel voor jullie pap, brengt het een mooie dag in voor hem, maar het brengt ook de ontlasting voor jullie man. Ja. 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 Als je dan vertelt dat er komt thuiszorg, hij gaat naar een dagbesteding, dan gaat het met die structuur gaat dat goed thuis. Ja. Denken jullie wel eens samen na over de toekomst, wat die zou kunnen brengen? Ja, ook samen met de case manager inderdaad. Ja. Staat al ingeschreven, ook in Bakel. En ja, dan is het afwachten inderdaad wanneer dat er plek is. En of je het dan ook al meteen die plek aanneemt, of nee. Ja, dat is een moeilijke beslissing natuurlijk. Ja. Want wanneer doe je het goed? Wanneer doe je het goed? Ja. En wie maakt die keuze uiteindelijk? Ja, dat is een hele lastige. Ja. Ja. Maar jullie kunnen daar wel met z'n allen over praten, met jullie man erbij. Ja. Om wel te kijken van wanneer het geschikte moment ongeveer is. Ja. Ja. Sorry, kwam er even niet uit. Ja, en de case manager zegt ook, het is over een half, over een jaar, maar het blijft altijd moeilijk. Als je die keuze over 2 jaar moet maken, is die net zo moeilijk als dat je hem over een half jaar. Want dat is niet wat je voor ogen hebt natuurlijk. Nee, de insteek is natuurlijk om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Maar dat moet wel op een moet kunnen. Veilige en verantwoorde manier kunnen. Ja. Is er medicamenteus ook een behandeling mogelijk voor mensen met dementie? Aan de ene kant, we kunnen het niet genezen. Nee. He, dus een genezende behandeling is er niet. Er zijn medicijnen voor sommige dementiebeelden die een wat remmende werking hebben.
Dus dat is iets wat altijd besproken kan worden. Maar ja, het is denk ik realistisch om de verwachtingen daar wel een beetje bij te temperen. En veel belangrijker is het ook dat je kijkt van wat betekent de dementie voor het dagelijks leven. En soms kan medicatie ook ondersteunend zijn om het leven zo normaal mogelijk voor te leven, zeg maar. Hè? Dat als er bijvoorbeeld meer gedragsproblemen komen of meer onrust of meer angst. Op die symptomen kunnen we wel goed met medicatie mensen ondersteunen. Dus dan is het meer dat je niet gaat voor genezing of behandeling van de dementie, maar meer wat daaruit voortvloeit, dat je mensen daarbij probeert te ondersteunen met medicatie. Ja. Maar we proberen daar eigenlijk over het algemeen zo terughoudend mogelijk mee te zijn met die medicatie. Heb jij voor de luisteraars eigenlijk nog een boodschap als het gaat om dementievriendelijk? Nou, ik denk voor de mensen zelf misschien met geheugenproblemen, die zou ik wel heel graag willen uitnodigen om er wel serieus naar te laten kijken. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je dat bij jezelf merkt, dat er een enorme drempel is om een stap te maken naar een huisarts. Ik zou ze daar wel toe uit willen nodigen, omdat er ook geheugenproblemen betekent niet altijd een dementie. Precies. Er kunnen ook andere lichamelijke oorzaken, medicamenteuze oorzaken. Dus de klacht verdient om goed naar te kijken. Mm-hmm. En wat ik ook zo mee zou willen geven is dat als er echt uiteindelijk een diagnose is, we kunnen het niet genezen, maar we kunnen wel helpen. Ja. Dus het is wel heel belangrijk dat we het in kaart hebben en dat we het in beeld hebben, omdat er zoveel mensen met heel veel expertise in de regio zijn, case managers, thuiszorg, maar ook instanties voor een fijne dagbesteding, dat het leven houdt niet op het moment dat er een dementiediagnose is. En er kunnen nog hele fijne jaren, momenten zijn. En daarbij kunnen we ontzettend goed helpen. Ja. Dus vandaar dat ik denk, maak die stap, laat er goed naar kijken. Ik snap dat het spannend is, maar we kunnen echt een heleboel in de ondersteuning doen. Dus dat maakt het echt waard om er wel naar te kijken. En wat je zegt, hè, dat op het moment dat er een diagnose is, dat het daar niet bij stopt. Dat er juist heel veel is in de omgeving om iemand nog een fijne tijd te bieden. Ja, absoluut. Je kijkt natuurlijk in het begin heel vaak van wat lukt er niet meer, wat gaat er niet meer. Daar komt heel erg de nadruk op te liggen. Ja. Maar vaak als je dan gaat kijken van hoe gaat het nou, dan gaan er ook gewoon ontzettend veel dingen heel goed. En kan het gewoon ook echt nog heel lang heel fijn zijn. Zeker met de ondersteuning. En dus, moet daar dan uiteindelijk ook de nadruk op gelegd daar worden? Daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Wil je na het zien van deze aflevering meer informatie over de ziekte dementie? Dan verwijzen we je naar www.dementie.nl. Ben je op zoek naar lokale informatie en ondersteuning, dan kun je terecht bij het Alzheimercafé, Infopunt Mantelzorg en het Lotgenotencontact Dementie. Vergeet de mens niet, draag bij aan het meer dementievriendelijk maken van Helmond.